eigenlijk een levend prentenboek. Sandra en ik maken een wandeling door de gemeente die grenst aan de Brabantse Biesbos. En onderweg halen we op verschillende locaties streekproducten op, waar we later mee gaan koken. Goedemiddag. Hallo. Hi. Hoi, Charlotte. Niels. Hi. Hi Niels. Niels, Sandra. Niels, wat voor boerderij heb jij? We hebben zoogkoeien. Zo. Ja, blonde d'Aquitaines. Wij noemen ze altijd natuurkoeien, want we proberen te boeren op een manier die zo dicht mogelijk bij de natuur staat. Oké, kunnen we een kijkje nemen? Ja, tuurlijk. Kom maar mee. Something's happened lately. I feel my world go crazy. I won't be standing with my back against the wall. Take some time to make me understand and maybe I realize this feeling's not so new at all. I knew there was something wrong. Niels, dit zijn dus jouw natuurkoeien. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Ja, nou, wij noemen onze koeien natuurkoeien omdat we proberen zo dicht mogelijk bij de natuur te boeren. Ja, oh, nou, kijk nou. Ja, 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 zo komt jouw product dus tot stand. Ja, nou, en dit zijn dan twee koeien, hè? Dus daar komt nog niet zoveel van. Maar de stier die loopt erachter tussen zijn dames. Ja. Dat zijn de koeien die drachtig zijn. Dat is dus ook natuurlijk. De stier loopt bij de koeien. De kalfjes blijven bij de koe, zoals je ook ziet. Op de meeste bedrijven worden de kalfjes bij de koeien weggehaald. Want de melk die de koe produceert, die moet in de melktank. En daarom sta je dichter bij de natuur dan de andere boeren met koeien? En ze hebben het goed naar hun zin. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want jouw eindproduct is uiteindelijk het vlees. Ja. Maar je geeft ze wel een goed leven. Dat klopt. En ik vind ook dat je het kunt proeven. Dat het of vlees in anderhalf, twee jaar tijd snel moet groeien en kilo's produceren. Of het krijgt de tijd om in de wei rustig te groeien. En volgens mij kun je het echt proeven. Niels, ik krijg van jou nog wat mee? Ja, ik heb gehakt voor jullie. Kijk, daar kunnen we gehaktballen van gaan maken. Ik weet zeker dat ze...